Ik ben Lisanna, ik ben 19 jaar, ik woon in Apeldoorn. En ik doe auto en adventure aan het Helicon MBO Apeldoorn. Ik kan mezelf het beste omschrijven als sportief, spontaan. Ik vind het leuk om dingen te organiseren en om groepen aan te sturen. Ik doe de opleiding auto en adventure. Dat houdt in dat je leert hoe je instructeur bent van verschillende buitensportactiviteiten. Je leert alles omtrent veiligheid en het organiseren daarvan. Bij het Klimbos heb ik stage gelopen. Daarna ben ik daar gebleven als medewerker. Tijdens mijn stage bij het Klimbos heb ik voornamelijk instructie gegeven. En nu doe ik ook reddingstechniek om mensen eruit te halen. Ik ben voorzitter van de leerlingenraad. Ik doe de gesprekken met het college van bestuur namens de leerlingen. Ik zit in het platform medezeggenschap. En ik help altijd bij de infoavonden en de open dagen. Door blessures aan mijn schouder en aan mijn enkel kan ik helaas niet meer doen wat ik graag wil doen. Daarom heb ik een eigen bedrijf opgestart in de evenementenorganisatie. Ik heb gekeken waar mijn talenten zijn en wat ik heel erg leuk vind om te doen. Ik ben mbo-uitblink van dit jaar omdat ik graag wil dat de leerlingen binnen organisaties van mbo een stem hebben. En ik heb gezocht naar mijn talenten en gevonden heb wat ik wil doen.